De douanekoers is gestegen naar 22 SRD 20 cent voor een Amerikaanse dollar. De DNA-leden Stephen Tsang, Henk Afiankoy en Ronia Sabina vroegen gisteren in de vergadering van de Nationale Assemblee aan de regering wat de reden hiertoe is. De verhoging van de douanekoers zou namelijk de zoveelste devaluatie betekenen. De assembleeleden vragen zich af waarom de koers stijgt, terwijl er wordt gesuggereerd dat er veel valuta in de omloop is. Ook de basisgoederen. En in feite is dit de zoveelste devaluatie. Toen de douanekoers werd verhoogd van 7 SRD naar 21,50, werd gezegd de douanekoers moet worden losgelaten, want we gaan naar koersunificatie. Marktconform met de koers van de centrale bank. De prijzen schoten omhoog. Hoe kan het nu weer omhoog gaan met alle gevolgen voor het volk, terwijl de centrale bankkoers niet is gestegen? Graag duidelijkheid, voorzitter. Als er werkelijk zoveel dollars zijn bij de banken, wat het probleem is dat, mocht het op waarheid berusten, ik hoop niet dat hetgeen wat het lid Shanna voor heeft gebracht, misleidend is, dat de douanekoers omhoog is gegaan. Maar graag uw antwoord hierop, minister. Zoveel dollars op de banken, alle kluizen bij de banken, voorzitter, peulen uit, voorzitter, van die dollars, voorzitter. Dan nog, voorzitter, zien wij dat de koers stijgt. Minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning benadrukte dat de douanekoers de koers van de centrale bank volgt. En daarvoor zijn er regels vastgesteld. En ieder kan gemakkelijk nagaan wat de koers is bij de centrale bank, gezien die 3 keer per dag wordt bijgewerkt. Tsang vond na de toespraak van de minister dat zaken die worden gesteld op tijd of altijd op feiten gebaseerd moeten zijn. Men had makkelijk kunnen verifiëren wat de koers is van de centrale bank. En die koers wordt 3 keer per dag gepubliceerd. Voorzitter. Maar dan tot slot, ik denk dat men even moet nagaan wat de definitie van devaluatie is. Want ik vind het jammer dat mensen die dat horen te weten, stellingen poneren die incorrect zijn, voorzitter. Dus ik hoop dat met deze reactie, en natuurlijk, voorzitter, de koers is inderdaad een beetje gestegen en de douanekoers volgt dat. En wij hebben overleg, ik heb vanavond overleg met de centrale bank hierover om te kijken wat ons te doen staat. Maar men weet dat de koers ook door de markt bepaald wordt. En wij gaan kijken welke maatregelen genomen moeten worden om die koers weer, de koers te beheersen, voorzitter. Ik heb het opgezocht op de website van de centrale bank. En daar staat dat voor aankoop US dollar 20,873, voor verkoop 21,105. Dat is veel lager dan die 22,2. Dus graag duidelijkheid. Ik heb het niet gesteld dat het 22, zoveel is. Ik heb gesteld waarom is het hoger dan wat de centrale bank heeft gemeld. Minister Agaibersing wil dat de juiste informatie wordt verstrekt aan het volk. Het volk moet ervan overtuigd zijn dat de regering er alles aan doet om prijzen te stabiliseren en de koers stabiel te houden.